laatste keer dat NAC hier heeft weten te winnen. Dat is wel weer van even geleden. Hier is Hooy, houdt hij de bal binnen. Dat doet hij en dan zou dat raak hebben moeten zijn. Recht in de handen van doelman Bertrams. El Kayati. Daar werd NAC via Beugelsdijk en Hooy toch even snel uitgespeeld. Stijn Vreven. 3 wedstrijden geschorst. Immers. Hooy wil de bal weer. Die heeft er zin in. En terecht, want het gaat ook lekker. Daar is hij weer. Meteen gegeven nu. En daar Bertrams in de problemen. Johnson kopt. Dit is een doeltrap. Makkelijk eromheen. En dan krijgt hij een vrije trap mee. Waar mij is het overigens niet mee eens is. Maar het lijkt erop, zoals wij konden zien, dat Sadiq Umar hier Meijers te snel af is. Hard ingegeven, Swinkels zit ernaast, maar werd dan in tweede instantie weer wel uitstekend. Laat de bal glippen, maar in tweede instantie herstelt hij het zelf. Ja, dat is uitstekend gevoetbald door Manu Garcia. Ambroos. Manu Garcia. En dan wordt het een hoekschop. Geweldige actie van de jonge Spanjaard. Ontwijkt 1-2 tackles en houdt aan het overzicht. Manu Garcia. En die zit erin. Keurig van ver en zeer beheerst binnengeschoten door El Alouche. Waar al wat mogelijkheden geweest. Uitstekend binnengeschoten. Vlak naar de stuit gepakt met de binnenkant van de voet. Niet te pakken voor Swinkels. Prachtige aanname van Manu Garcia. Prachtige paas ook. En wordt hij Ja, hij struikelt daar een beetje over zijn eigen benen. Sadiq Umar. Daar was NAC razendsnel daar in de buurt bij Swinkels. Sadiq Umar wordt daar ondersteboven gelopen. Penalty. Ja, het is al een keer buiten de 16 gebeurd. En nu krijgt ook Kanon een gele kaart. En hij heeft hier een rode kaart zelfs. Omdat het gezien wordt als een zeer veelbelovende poging uiteindelijk van Sadiq Umar. Een scoringskans wordt hem ontnomen, dat is het oordeel. Dus moet Kanon eraf. En Ambroos schiet hem scherp binnen. NAC op 2-0 voor. Swinkels in de goede hoek. Maar dat was niet genoeg. Heeft genoeg gehoord, is klaar met de spreekkoren. En dus lijkt het erop dat we naar de kant gaan. Het is te hopen dat we gewoon de wedstrijd uit kunnen maken. Angelino. El Alouche. El Alouche, nee. Je had hem terug moeten krijgen van Sadiq Umar. El Kayat. Bal is binnengebleven en niet over de lijn. Hooy dan nog. Het zit ADO niet mee. En daar de kans op 0-3. Goed gedaan, Swinkels. Geen treffer voor Umar. Swinkels voorkomt erger. El Kayati. Ja, paal. Het is zo'n avond voor ADO Den Haag. Penders mag de felicitaties in ontvangst nemen en ze ook uitdelen in de eerste helft. Al bekeken die wedstrijd. NAC zet reuze stappen in een week tijd richting lijfsbehoud.